Welkom bij een nieuwe video. En wat dacht ik? Weet je wat nou leuk is? Ik neem jullie een dagje, of niet een dagje, een middagje mee op pad. Ik gebruik nu sinds, ik denk al wel 3 jaar, de Olympus Pen EPL7. En met deze Olympus EPL7 vlog ik mee. Ik maak al mijn foto's voor mijn blog. En voor mijn Instagram eigenlijk ook wel alle foto's. Wat ik gewoon het grootste voordeel vind aan een Olympus Pen is dat hij heel klein is en compact. Omdat de Olympus een hele kleine camera is, had ik mijn bedenkingen van is deze wel net zo goed als een spiegelreflex? En ja, dat is hij zeker, want ik krijg altijd heel veel reacties op mijn foto's. En dan zeggen mensen, met wat heb je nou je foto's gemaakt? En dan zeg ik, ja, met deze camera. En dan laat ik hem zien en zeggen ze, nee, dat kan niet, maar het kan wel. En hoe dat kan omdat ik verschillende lenzen gebruik. En dat ga ik vandaag in deze video aan jullie laten zien. Dus ik neem jullie een dagje mee op pad. We zitten in de auto, we zijn onderweg naar een shootlocatie. En als ik in Nijmegen ben, heb ik eigenlijk 1 favoriete locatie. En toen dacht ik, hey, het is leuk om daar ook vandaag te shooten, want dan kan ik jullie die laten zien. Nou, we zijn aangekomen in mijn favoriete straatje in Nijmegen. Dit is eigenlijk mijn favoriete straat, omdat het autovrij is. En als ik hier dan sta, kan ik hier relaxed foto's maken of niet iedere keer aan de kant voor een auto. En als ik hier ben, zoals ik net vertelde, maak ik meestal foto's met de Olympus Pen EPL7. Dat is deze camera. En daar gebruik ik de 75mm lens voor. De pancake lens gebruik ik als ik bijvoorbeeld foto's wil maken van de omgeving. En de 75mm gebruik ik voor outfitfoto's. En de 45, die leg ik later nog uit, die gebruik ik als ik op reis ben en dan outfitfoto's wil maken. Oké. Als ik outfitfoto's maak, zet ik altijd het rechtergetal op 1.8, waardoor je meer scherpte diepte krijgt. Hierdoor word ik zelf scherp en achtergrond wazig. Wil je nou meer scherpte hebben over het hele beeld, dan moet je de 1.8 hoger zetten, bijvoorbeeld naar 2.8. En dan kun je het andere getal weer omlaag doen om meer licht in de camera te krijgen. Ik vertel het nu op deze manier omdat het een makkelijkere manier is dan dat ik allemaal fototermen ga gebruiken. Dit is dus een 75mm lens, maar ik heb ook een 45mm lens en die ga ik jullie nu laten zien. Dit is de 45mm lens. En zoals ik net al vertelde, als ik op reis ben, neem ik liever de 45 mee. Dat heeft 2 redenen. De eerste reden is dat hij gewoon kleiner is en in je tas kan, want deze 75 is best wel groot. Maar een andere reden is, als je met een 45mm lens fotografeert, hoef je niet zo ver weg te staan. Je moet altijd nog verder weg staan dan met een pancake lens. Maar met een 75mm lens moet je zo ver weg staan. En als je op reis bent, is dat best wel vervelend als je bijvoorbeeld in Barcelona bent. Of in een andere stad, als er heel veel mensen lopen, dan is het echt onmogelijk om daarmee foto's te maken. Ik ga even laten zien hoe je dus een lens wisselt. De lens zit er nu op. Als ik hier op druk, dan gaat die los. En dan klik ik hem eraf en dan heb ik hier de bescherm om te beschermen. Dan draai ik hem erop en dan doe ik hem in het zakje. Dan draai je heel makkelijk de andere lens erop. Het rode bolletje op het rode bolletje, klik je hem erin. Hij moet even klikken en dan draai je hem erop. En dan kun je hem aandoen en dan kun je er foto's mee maken.